Ja, in de loop van de jaren merk ik dat het me steeds voldoening geeft om meer expertise op te bouwen in een bepaalde deel van je werk. En leaseblessures ben ik gewoon meer dan 10 jaar geleden ingerold. Mijn eerste doel, als je een patiënt ziet, is proberen hun te helpen terug naar de dingen die zij specifiek willen doen. Op gebied van leaseblessures weten we heel weinig. Dat is echt een gebied die onderontwikkeld is qua onderzoeksachtergrond. Dat is jarenlang, dachten mensen, dat is een soort de Bermude driehoek van de sportblessures. We blijven er buiten, zeg maar. En eigenlijk pas sinds een jaar of 10 komt dat op gang. En er was een totale gebrek aan klassificatiesysteem van hoe moet je het benoemen. En dat hebben we nu gedaan. Maar dat is eigenlijk, dat geeft aan, we zijn pas aan het begin van zo'n proces. Nou, ik vind het heerlijk om in de duinen hard te lopen en ook samen met mijn vrouw en kinderen te wandelen in de natuur. Als er golven zijn, dan vind ik niks leuker dan even gaan surfen, ook met de kinderen. En ik heb mijn hele leven getennist en nu tennis ik heel graag ook samen met mijn kinderen. Dus er zijn echt heel veel meer vragen dan antwoorden over leaseblessures. Als het om leaseonderzoek gaat, is de belangrijkste ontwikkeling voor de toekomst is subsidiestromen creëren. Op dit moment is er eigenlijk geen structureel geld voor het doen van onderzoek naar leaseblessures. Ik hoop dat de patiënten mij zouden typeren als laagdrempelig en redelijk informeel. En ook meedenken over hun specifieke wensen. Want het makkelijkste is om te zeggen, als je niet kunt honkballen door een leaseblessure, koop een racefiets. Maar daar komen ze eigenlijk niet voor.